We kennen ze allemaal wel, de mini-moestuintjes. Nou, daar heb ik al een aantal tips over gegeven. Maar nu wordt het toch echt tijd voor het echte werk. Ook heel erg leuk om met kinderen te doen, is gewoon zelf moestuintjes maken van dingen die gewoon ook in de keuken liggen. Bijvoorbeeld een gemmer is een gemmerknol. Je liet hem al een klein beetje uitlopen. Wat je kan doen is hem afsnijden, in zo'n emmer zetten. En wat je dan krijgt, daar even gaatjes maken met potgrond, dat hij goed afwatert. Wat je dan krijgt is een sierplant van 1,5 meter hoog. Exotische plant, dus wel als kuitplant behandelen. Is helemaal te gek. Maar hetzelfde kun je ook gewoon doen met uien, hè? Die lopen uit. Wordt ook een sierplant. Met bolvormige bloemen, als je een aantal inzet, is super gaaf om te doen, zeker met kinderen. Maar deze, in principe waardeloos om te eten, maar perfect om te planten. Plant 1 aardappel in zo'n emmer en je hebt na 8 weken een maaltijdje voor het hele gezin. Dus ik zeg, kijk in je keuken en ga aan de slag. Succes!